Mag ik helpen, Flop? Ja hoor, ik heb een hele goede taak voor jou. We moeten het vuilnis buiten zetten. Oké, Flop, ik ben een goede helper. Inderdaad. Lukt het, Bing? Ja. Oh, het heeft geregend. Doe je kaplaarzen maar aan. Oh, hallo kaplaarzen. Ik heb een taak voor jullie. Hallo. 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 Jullie moeten buiten mijn voeten droog houden. Dat klopt. Je voeten voelen zich vast heerlijk daarbinnen. Klaar, Bing? Ja. Klaar. Kom maar. Oh, even wachten. Oké, Bing. Nu kun je het vuilnis in de bak gooien. Eeuw. Super stinky en vies. Ja, vuilnis kan soms best wel viezig zijn. Doe de deksel maar gauw dicht. Flop, je moet jouw vuilnis nog in een vuilnisbak doen. Dit is niet voor de vuilnisbak. Dit is om te recyclen. Wat is recyclen, Len? Nou, sommige dingen hoeven niet te worden weggegooid. Oh. Ze kunnen nog een taak vervullen. Zoals dit flesje. Oh, hij is helemaal ingedeukt. Ja, maar ze kunnen er een nieuw plastic ding van maken. Zoals een beker. Oh, zoals mijn pingwingbeker. Ja, bijvoorbeeld. Oh, slim flesje zeg. Inderdaad. Wat gaat dat ding worden, Flop? Misschien een emmer? Ah. Of een wc-borstel? Jij wordt een wc-borstel. Ja, dat wilde hij altijd al worden. Kom maar. Moeten we alweer terug naar binnen? Mijn kaplaarzen vinden het leuk buiten. Plons, 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 plons. Oké, Bing. Mijn kaplaarzen willen die kant op. Is goed. Oh. Oh, wat is dat, Flop? Laten we maar even gaan kijken. Kom, kaplaarzen, we gaan kijken. Plons, plons, plons. Een slak. Flop, het is een slak. Oh, dit zijn slakkensporen. Zeg hallo tegen de slak, kaplaars. Hallo. Hallo. Flop, waarom zijn er zoveel slakken? Slakken houden gewoon van nattigheid. En de bloemetjes? Worden die ook zo graag nat? Oh ja, bloemen worden heel graag nat, Bing. Mijn laarzen ook. Die worden echt super graag nat. Plons, plens, plons, plens. Hup, hup, kaplaarzen vinden hup, plons, plens hup, leuk. Hup, hup. Oh, laarzen. Hup. We doen een grote plons. Plons, plens. Oh, Flop! Bing. Mijn voet is nat. Oh. Laat eens zien. Oh, je moet harder trekken, Flop. Oh, nee. Oh, hij is best nat. Ah, kijk. Daar kwam het water door naar binnen. Kaplaars, je hoort helemaal niet nat te worden aan de binnenkant. Oh. Kun je hem maken, Flop? Ik denk het eigenlijk niet. Oh. Misschien is het tijd voor een nieuw paar kaplaarzen. Oh, maar ik ben echt dol op mijn kaplaarzen. En ik wil niet dat je ze gaat weggooien. Nee. De vuilnisbak is super stinky en viezig. Dat vinden mijn laarzen niet leuk. Oké. Mag ik ze houden? Tuurlijk. Dan gooien we ze niet in de vuilnisbak. Oh. We geven ze gewoon een nieuwe taak. Maar wat voor nieuwe taak dan? Weet ik niet. Laten we eens iets verzinnen. Oké. Oh, laten we eerst even die natte sok uitdoen. Dat is beter. Alsjeblieft. Oh. Dit voelt lekker, Flop. Plons. Oh. Plons, plons, hup, plons. Hop, hup, hop. Slak, ik heb een nieuw huis voor je. Aha. Ga maar naar binnen, slak.
Ik denk dat Slak zijn slakkenhuis leuker vindt. Oh. Kijk. Oh. Hij past. Inderdaad. Dat is een goede taak voor kaplaars. Oh, het ziet er prachtig uit. Je hebt je kaplaars gerecycled tot een bloemlaars. Bloemlaars. Je bent nu mooi gerecycled. Ik heb voor kaplaars een nieuwe taak bedacht. Ik ben blij voor je, Bing. En ik ben blij voor jou, kaplaars. Ik hielp Flop met het vuilnis. En ook met het recyclen. En toen ging ik met mijn kaplaars in de plassen stampen. Ze worden graag nat aan de buitenkant, maar houden mijn voeten droog aan de binnenkant. Maar toen kwam er een groot gat in mijn kaplaars. En dat is niet goed. Maar ik wilde ze niet in een vuilnisbak gooien, want dat vinden mijn kaplaarzen niet leuk. Ik deed bloemen in mijn kapotte kaplaars, zodat die was gerecycled. En dat is veel beter, want nu is het een bloemlaars. Recyclen, het is een bingding. Kaplaars is blij met zijn nieuwe taak. Toet, toet. Oh, kijk eens wie er ook komt spelen, Pando. Hallo. Hallo. Hi, Bing. Pando, kijk. Wauw, wat een coole trein. Hij kan dit. Tjoek, tjoek. Mag ik ook eens? Oké, kijk. Als je hierop drukt, dan doet hij... Toet, toet. Toet, toet. Toet, toet. Wat is dat een prachtige trein, Bing. Wat kan die nog meer? Hij kan echt alles. Alles? Ja, alles wat een goede trein hoort te kunnen. Kom mee, Bing. We gaan kijken wat hij kan op het kliptoestel. Ja! Oh, mijn trein. Oh. Gelukkig, hij is nog heel. Oh, gelukkig. Kom op, Bing. In de kanteltunnel. Hou hem goed vast, Bing. Anders valt je trein misschien stuk. Wil je je trein meenemen op het klimtoestel, Bing? Ja, hij gaat niet stuk. Ik zal erop letten. Oké. Oké, Bing. Stuur hem door de tunnel. Tuut, tuut. Niet te veel kantelen, Pando. Kan jouw trein daar wel doorheen, Bing? Ja, mijn trein kan wel door tunnels. Rijden dan maar. Ik ben benieuwd. Tuut, tuut. Is hem gelukt, Flop? Inderdaad. De trein komt terug. Tjoep, tjoep. Oh. Ja! Tuut, tuut. Tuut, tuut. Pando, we gaan over de wiebelige brug. Woehoe! Wiebelige brug! Ik kom eraan. Tuut, tuut. Oké, kom op trein. Over de brug. Kom maar. Oh, het is best wiebelig, Bing. Pas op dat je trein er niet afwiebelt. Gaat dat lukken, Bing? Mijn trein kan wel over bruggen. Oké, probeer dan maar. Kom op, Bing. Over de brug heen. Tjoep, tjoep. Het is zo wiebelig. Oh. Het is hem gelukt! Goed gedaan, trein. Duut, duut. Kom op, Bing. Laten we van de glijbaan afgaan. Straks breekt hij. Treinen gaan ook van heuvels af. Ja. Bing, zal ik hem hier voor je opvangen? Ja. Mijn trein kan ook van heuvels af. Probeer het maar en dan zien we wel hoe het gaat. Oh, oké. Kan die Flop? Yep. Oké. En tjoeke 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 tjoeke. Ja! De trein is gearriveerd. Toet toet. Het is hem gelukt. Ja. Toet.
toet. Oh, dank je, Flop. Oh, nog een keer, nog een keer. Toet, toet. Hier. Oké. Okay. Toet, toet, toet. Kijk, Pando. Mijn trein kan ook dit. Oh, Bing. Toet, ja! Oh, nee. Oh. Mijn trein. Oh, nee. Oh, oh, nee. Oh, hij is helemaal kapot. Inderdaad, Bing. Oh. Oh, dat is jammer, hè? Het was een goede trein. Ja. Ik denk niet dat treinen gemaakt zijn om te vliegen. Kunnen we hem maken, Flop? We kunnen het proberen. Ik kan hem wel maken. Oh. Geef maar. Oh, nee, toch niet. Oh. Hij is kapot, Bing. Nu zit hij vast. En de schoorsteen kan er niet meer op. Oh, hij kan ook hier. Hier, wat zullen we met de wielen doen? Hij heeft geen wielen meer nodig. Oh, wat is het? Het is nu geen trein meer. Nee. Wat zou het toch kunnen zijn? Het is een raket. Inderdaad. Oh. Ja, een raket. Nu is het een raket. Oh. Ik ben blij voor je, Bing. 5, 4, 3, 2, 1. Lanceer! Hi. Ik en Pando speelden met mijn trein. En die deed tjoek tjoek door de tunnel. En tuut tuut over de wiebelige brug. En door de kanteltunnel. En wiee van de glijbaan af. En toen probeerde ik hem van het dakje te laten rijden. En hij deed boom! En toen was hij kapot. En ik was verdrietig. En we konden hem niet meer maken. Dus toen heb ik er een raket van gemaakt. Als je speelgoed valt, boom! En een kleine stukje spreekt. Dan kun je er misschien wel iets anders van maken. Speelgoedtreinen. Het is een Bing-ding. En nu is het een raket! Ah. Oh, het is een pastahuis. Pastahuis. Oh. Nu jij, Flop. Nu is het een pastaboot. Oeh, het is een pastaboot. Dat is knap. Oh, ik weet iets. Het is de golf van de zee. Oh. Oh, jullie hebben een kunstwerk gemaakt van onze lunch. Er is nog genoeg over, Alma. Oh, dank je, Bing. Wat gaan we eten, Alma? Ja. We eten hammy yummy pasta. Oh ja, dat is mijn lievelings. Wat is yummy yummy pasta? Hammy yummy pasta, Bing. Oh. Dat is pasta met erwten en wortels en het is heerlijk. Echt heerlijk. Mogen we helpen? Ja, natuurlijk. Ja! Dan zijn jullie mijn chefs. Wat is een chef? Een chef is een hele, hele goede kok. Ja. Oh. Ik ben een goede kok. Oké, chefs. Laat eerst maar eens jullie vieze plakhanden zien. Dat dacht ik al. Ga die eerst maar wassen voordat we gaan koken. Oh. Oké. Okay. Spetter, spetter, spetter. Spetter, spetter, spat, spat. Jij bent Sula. Oké. Okay. Zijn mijn chefs spat, klaar? Schroon. Ja. Het is worteltijd. Oh. Wortels zijn mijn lievelings. Sula, jij mag de wortelwasser zijn. Oh, ja. Yeah. En chef Bing, jij mag ze naar Flop de schiller brengen. Ja, oké. Okay. Hier is een knapperige, Flop. Oh, dank je. Oh. En deze is het meest oranje. En de laatste. Oh, mooi hoor. Oh. Wat nu? Nu doen we de erwten. Mama, dit zijn geen erwten hoor. Ze zitten nog in de peul. Oh. Sula, wil je aan Bing laten zien hoe je de erwten uit de peulen haalt? Oh ja, kijk zo, Bing. Je knijpt erin
En dan doet hij plop. Oh. En dan plop, 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 plop. 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 Kijk eens naar de erwten. Oh, oh. Deze hier wilde ontsnappen. Oh, oh, plop. Plop, 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 plop. Oh. Perfect plopwerk, chefs. En nu, oma? Nou, het is tijd om de tafel te dekken. Kom, Sula. Oh, ja. Dit is mijn plek, chef Bing. Mag ik hier gaan zitten, chef Sula? Ja, dat mag, chef Bing. Zo, kom Bing. We gaan de tafel dekken. Het bestek. Oh, en die moet daar. Daar. Oh, oma. Mogen er bloemen op tafel? Ja, hoor. Pluk er maar een paar op het balkon. Oeh. Ja, kom mee, Bing. Oh, we plukken oranje bloemen. Oh, prachtig. Kijk, we hebben oranje bloemen. Oh, ja. Oké, de lunch is bijna klaar. Oeh, ja. Oeh, eerst die handjes wassen, chefs. Oh, weer? Ja. Kom, Bing, we gaan de handen wassen. Spetter, spetter, spat. Spetter, spetter, spat. Klaar. Waar zijn jullie klaar voor? Hummy yummy pasta. Oeh. Oh, dat ziet er goed uit. Eet smakelijk. Oh, kijk. Wat is er, Bing? Ik lust het niet. Oh. Oh. En waarom lust je het niet? Het zit allemaal door elkaar gemixt. Mm. Maar je lust toch wortels, Bing? En erwten en pasta? Ja, dat is waar. Maar ik lust ze niet als ze door elkaar zijn gemixt. Oh, oh. Ik snap het. Ah. Geen zorgen, Bing. Het is jouw lunch en je mag het eten zoals jij dat wil. Alsjeblieft, konijntje. Wat is dat, oma? Het is een ontmixer. Oh. Oh. Dank je, oma. Oh, wortels. Ha, ik kan mijn wortels en erwten en pasta ontmixen. Oh, mag ik dan ook een ontmixer, oma? Ja. Ontmixer nummer 2 komt eraan. Alsjeblieft. Oké, begin met de wortels. Klaar? Ja! Wortel, wortel. Dit is een goede ontmixer, oma. Mooi zo. Kijk, mijn wortels zijn nu al ontmixt. Nu de erwten. Oh, oké. Erwt, erwt, daarin. Mijn erwten zijn ontmixt. En nu de pasta. Pasta. De pasta is al ontmixt. Oh, ik lust het niet als het ontmixt is. Je kan het gewoon weer door elkaar mixen, Sula. Oh ja! Dat is waar. Het is heerlijk. Ik ben blij voor je, Bing. En ik ben ook blij voor jou, Sula. Wij hielpen met het maken van de lunch. En we wassen de wortels en plopten de erwten. En ik dacht dat ik hummy yummy pasta zou lusten. Maar dat was niet zo. Want mijn erwten en mijn wortels en de pasta waren door elkaar gemixt. Dus Amma gaf een gekke lepel en we ontmixten alles. En het was heerlijk! Sula lust haar hummy yummy pasta op de ene manier en ik lust het op een andere manier. Maar dat geeft niet. Je kan het eten zoals je zelf wil. Lunch. Het is een Bing-ding. Yummy. Oh, ik ben dol op dit liedje. Wil je ook dansen, Charlie? Ja, Charlie gaat ook dansen. Charlie. Ja. Je kan goed dansen, Charlie. Ik denk dat Charlie binnenkort kan lopen. Oh, Charlie. Kom op, Charlie. Je kan al bijna lopen. Oh. Wanneer kan Charlie lopen, Flop? Dat is moeilijk te zeggen, Bing. Maar volgens mij duurt het niet lang meer. Oh, dit is leuk.
Nog een keer! En nu? Oh, dit liedje komt. Ja. Die is superleuk. Oeps, voorzichtig, Charlie. Charlie. Oh. Oh, alsjeblieft. Dat is mijn rinkelschoen, Charlie. Mag ik hem zien? Ja, kijk. Maar die is te klein voor jou, Bing. Vroeger was Bing ook klein. Kijk, dat ben ik. Met mijn rinkelschoenen aan. Wat was jij schattig, Bing. Ja. Waar is de andere schoen? Weet ik niet. Hij ligt niet hier. Hij verstopt zich, denk ik. Maar waar? Rinkelschoen! 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 Oh, Charlie. Niet deze. Deze hadden we al gevonden. Rinkelschoen! Rinkelschoen! Kijk, ik vind... Dat is een stinksok. Oh. Rinkelschoen! Rinkelschoen! Waar is hij? Gevonden! Oh. Trek ze aan, Bing. 1, 2 rinkelschoenen. Dank je, Coco. Oh, ze zijn zo schattig. Oh. Je voeten zijn te groot. Ja. Oh. Rinkel, rinkel. Kijk, Flop. Je bent gegroeid, Bing. Ja, ik ben nu super groot. Kijk eens naar mijn rinkelschoenen, Charlie. Oh, Charlie. Mag ik ze eens aandoen? Heel even maar, Bing. Ik geef ze meteen weer terug. Oh, oké. Jouw voeten zijn ook te groot, Coco. Ik draag ze niet aan mijn voeten. Kijk. Haha, je vingers kunnen lopen. Rinkel, rinkel, rinkelschoenen. En nu jij, Bing. Oké. Lopen, 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 lopen. Doe ze eens aan bij Charlie. Oh, goed idee. Oké. Wel stil blijven zitten, Charlie. Ze passen perfect. Hij vindt ze echt mooi. Kom op, Charlie. Dansen. Charlie vindt mijn rinkelschoenen mooi. Ja, dat zie ik. Flop! Charlie liep... Oh, Charlie. Charlie liep op mijn rinkelschoenen. Inderdaad. Bing, door jouw schoenen kon Charlie lopen. Het zijn wonderschoenen. Ja. Je liep. Oh, Charlie. Ja, je liep op Bing's schoenen. Kijk, schattig. Je moet ze houden. Maar ze zijn van mij. Hmm. Ja, maar jou passen ze niet meer, Bing. Oh. En Charlie vindt ze echt super, super mooi. Mm-hmm. Ja, maar het zijn mijn rinkelschoenen. Ik denk dat Charlie die rinkelschoenen bijna net zo mooi vindt als dat jij ze vindt. Misschien kan hij ermee spelen. Voor heel eventjes. Ja, voor heel eventjes. Hier, Charlie. Zal ik hem weer even voor je aandoen? Bing, wil je helpen, Charlie? Ja, je mag mijn rinkelschoenen hebben. Voor heel eventjes. Ja. Zo. Charlie zegt dank je, Bing. Ik ben benieuwd of hij weer gaat lopen. Kom maar, Charlie. Charlie! Ah, Bing. Charlie liep al weer. Dank je, Bing. Je mag mijn rinkelschoenen houden. Ah, ik ben blij voor je, Bing. Rinkel, 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 rinkel. Ik vond mijn oude rinkelschoenen.
Maar ze zijn nu te klein, want ik ben al super groot. Dus ik deed ze aan bij Charlie. Maar hij wilde ze houden. Dat gaf mij een gek gevoel, want het zijn mijn rinkelschoenen. Toen ging Charlie lopen. Voor de eerste keer. En wij waren super blij voor hem. Ik zei dat Charlie mijn schoenen mocht houden, want hij heeft ze nu nodig. Rinkelschoenen. Het is een Bing-ding. En nu is het een Charlie-ding. Auw. Voorzichtig, Bing. Ze zijn wiebelig. Oh, goed gedaan, Bing. Oh, is het dan mijn speelhuis? Ons speelhuis, Bing. Bijna, Bing. Wat gaan we doen met al die spullen, Flop? Dit hier, dat geven we weg. Oké. En dit mag bij het vuilnis. En dit hier gaan we recyclen. Oh. Recyclen? Wat is recyclen? Recyclen. Dat is als je iets nog een keer gebruikt en het niet weggooit, Pando. Dat klopt, Sula. Wat doen we met die kist? Oh, wat kan dat zijn? De tafel! Ja! Recyclen! En dit kan er bovenop. En dit? Nee, Pando. Oh. Het is nog geen gezellig speelhuis. Of wel, Bing? Nee. Kijk, we leggen dit erin. Oh, kussens. Ik heb speelgoed. Nu is het een speelhuis. Oh ja, dit ziet er al beter uit. Het is donker. Pando heeft lampjes. Oh ja. Ik hang ze hier. Goed idee, Bing. En hier. Heel goed gedaan. Ja, oh, ja. Nu mogen ze aan, Flop. Oké. Bing, Sula en Pando, zijn jullie klaar? Ja. Is Flop klaar? Yep. Oeh, wat lampjes. We missen nu nog één ding. Oh, wat dan? Hoppity's bed. Oh. Die moet op een rustig plekje. Wat dacht je van hier, Bing? Ga op de kist staan. Ik bedoel de tafel. Ja. Wat zie je, Bing? Ik zie een vogelnest. Oh, wat bijzonder. Mag ik hem zien? Ik wil hem ook zien. Eieren. Er liggen eieren. Vogeleieren. Mag ik hem ook zien? Wachten, Pando. Oké, Pando. Doe rustig aan en wees voorzichtig. Raak de eieren niet aan en het nest ook niet. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. Oh, is het nu mijn beurt? Oké. Oh, wat zijn ze mooi, zeg. Maar waar is de vogel? Oh, waar ben je, vogel? Vogel! Misschien hebben we haar wel weggejaagd. Vogel! Pando! We hebben de vogel weggejaagd. We zoeken buiten. Ja. Vogel, waar ben je, vogel? Pando. We moeten super zachtjes zijn. Sorry. Goed idee, Sula. Kom mee. We gaan super stil zijn. Oh, kijk. Ze is maar een klein vogeltje. Bing. Ah. Ze zit in het speelhuis. Oh. Wow. Ze is er niet. Omdat ze net weer is weggevlogen. Hmm. Je hebt haar weggejaagd. Ik denk dat het ook het huis van de vogel is. Maar als wij erin gaan, dan gaat de vogel er niet in. En dan komen haar eieren niet uit en heeft ze geen baby's. Oh nee. Geen babyvogels. Maar kunnen we er morgen dan wel in? Oh, ik denk dat het wel wat langer duurt voor haar eieren uitkomen, Bing. Oké. Hoe lang? Misschien een paar weken? Nee! Het is niet erg. Het is nog steeds jullie speelhuis als de vogel weer weg is. Oh, ik wil
graag dat het nu ons speelhuis is. Nou, dat kan wel. Echt waar? Ja, maar dat zal de vogel niet leuk vinden. Wat gaat ze dan doen? Ik denk dat ze dan wegvliegt. En dan komen haar eieren voorlopig niet uit. Oh, oh nee. Oh, daar is ze. Hallo, vogel. Hallo, vogel. Misschien wacht ze af om te zien wat jullie gaan doen. Ik denk dat we het huis aan haar moeten geven, Flop. Oh, dat is heel aardig van je, Bing. En daarna, als haar baby's groot zijn, dan kan het weer ons speelhuis zijn. Dat is waar. Oh, kijk. Het is haar huis. Oh, ze zegt dankjewel, Bing. Graag gedaan, vogel. Maar nu hebben we geen speelhuis. Oh, Flop, de tent. Ze gebruiken de tent. Oh, goed idee. Ja! Oké. We gaan hem opzetten, wow, Flop. Ja! Hoi, we veranderden de schuur in een speelhuis. En toen vond ik een vogelnest. En daar lagen eieren in. Maar de vogel was bang voor ons. En Flop zei dat als ze zou wegvliegen, haar eieren niet zouden uitkomen. En dan zouden er geen babyvogels komen. Dus wij lieten de vogel in ons speelhuis. Soms, als je samen een speelhuis maakt, moet je wachten zodat het goed komt met de babyvogels. Een speelhuis maken. Het is een Bing-ding. En we maakten een ander speelhuis in de tent. Hi, Flop. Hallo, Badget. Ik zoek een cadeautje voor Sula. Ze is jarig. Zoals je ziet, hebben we een belangrijke taak. Oeh, dat is zeker belangrijk. Wat ga je haar geven, Bing? Nee. Wow! Ik geef Sula dit. Is een monster truck wel iets wat Sula echt leuk zal vinden? Ja, kijk Flop. Hij heeft een bak, grote wielen en hij doet vroom. Wat voor dingen vindt Sula allemaal leuk, Bing? Haar veervleugels, want die zijn glinsterend. En ze vindt dansen leuk. En haar toverstaf. En vindt ze auto's leuk? Nee. Zullen we samen zoeken naar iets dat zij leuk vindt? Ja, iets dat glimt. Dat glimt. Inderdaad, dat glimt ja. Maar is het een Sula-ding? Nee, dat is geen Sula-ding. Wat dacht je van dit? Malle Flop, het is geen badtijd. Het is verjaardagstijd. Sula houdt van glimmende dingen en glinsterende dingen. Glinsterend? Dan heb ik iets heel moois voor je. Deze speciale dollende toverstaf. Oh, hij is glinsterend. Die wil ik. Een dollende toverstaf. Dat is absoluut een Sula-ding. Zullen we dat voor haar meenemen, Bing? Ja. En dat doen we in een mooi cadeautasje. Betoverend. Dank je, Flop. Dank je, Badget. Sula zal hem prachtig vinden. Mag ik het dragen, Flop? Tuurlijk. Dank je, Badget. Doei, doei. Doei, Flop. Doei, Bing. Ik hoop dat Sula haar cadeautje mooi vindt. Doei. Bedankt. Zullen we de tollende toverstaf terugdoen in het tasje en het cadeautje naar Sula gaan brengen? Oké. Groen konijntje, Bing. Steek maar over. Mag ik even kijken of de tollende toverstaf het nog doet? Niet midden op straat. Kijk maar even als we in het park zijn. Oké. Ik vind dit cadeautje heel mooi, Flop. Ja, het is een prachtig cadeautje voor Sula. En ze gaat het heel mooi vinden.
Kom je? Misschien kunnen we Sula morgen haar cadeautje geven. Dat zou kunnen, Bing. Maar Sula is vandaag jarig. En ze verheugt zich om jou te zien. Ja. Wil jij aanbellen, Bing? Ja, oké. Okay. En kijk wat ik heb. En voor jou heb ik een oranje. Hier. Hallo, Bing. Hallo, Flop. Hallo, kom boven. Tijd voor worteltjes, bagels en verjaardagstaart en heel veel spelletjes. En Flop, deze is voor jou. Oh, dank je. Gefeliciteerd, Sula. Iets voor de jarige Job? Oh, het is voor mij! Oeh, mijn cadeautje. Bing heeft iets heel speciaals voor jou uitgezocht. Oh, gefeliciteerd, Sula. Een toverstaf! Dank je, Bing. Hij glinstert! Oh, Sula! Oeh. Dat is nog eens een prachtig cadeau. Ik vind hem mooi. Maar ik vind hem ook heel mooi. Ik wilde hem. Ja, dat weet ik wel. Bing, kijk naar Sula. Jouw cadeautje heeft haar heel erg blij gemaakt. Zie je dat? Ja. Ah. Dit is mijn mooiste cadeautje ooit. Dank je, Bing. Oh, wat knap van je, Bing. Jij bent een supergever. Wow, hij maakt muziek. Flop, ik wist niet dat hij muziek maakte. Oh, dit is leuk. Jij mag ook, Bing. Ja! Het is supermooi, Bing. Speciaal voor jouw verjaardag. Jarig. Dus ik koos een heel mooi en super speciaal cadeautje voor haar uit. Het was een tollende toverstaf. En ik wilde hem houden. Maar ik moest hem aan Sula geven. Sula vond hem prachtig. En toen zat er muziek in. En was hij nog veel leuker. Het is moeilijk om een cadeau weg te geven dat je zelf wilt houden. Maar als je het aan een vriend geeft, kan je er af en toe toch mee spelen. Een cadeautje geven. Het is een Bing-ding. Gefeliciteerd, Sula. Ik heb er echt zin in. Heb jij er ook zin in, Flop? Ja. Kijk, daar is Sula. Sula. Hallo, Bing. Hallo, hoi, Sula. Hallo, Bing. Hallo, hallo Sula. Flop. Wat heb je mee voor onze winkel, Bing? Mijn blauwe raceauto. Oh. Die heb ik niet meer nodig. Kijk, ik heb mijn emmer mee. Om het geld in te doen. Mag ik hem zien? Hij is leeg. Dat komt omdat we nog niks hebben verkocht, Bing. Als de emmer vol zit met geld, dan kunnen we een nieuwe glijbaan kopen voor de crash. Ja toch, Amma? Ja, Sula, dat klopt. We kunnen al deze spullen verkopen die we niet meer nodig hebben. Inderdaad. Ja. Oh, kijk, daar is Pando. Hoi, hallo. Hallo. Hoi, Bing. Hoi. Oh, een winkel. Ik wil een raceauto. Raceauto. Wat een prachtige kleuren. En ook zo zacht. Oh, daar kun je iets mee breien, Padgett. Oh, een sjaal. Oh ja. Ik neem ze allebei. En de blauwe raceauto ook graag. Ja! Dat is €3 bij elkaar, Padgett. Eén, twee, drie. Bedankt, Padgett. Goed, wij gaan nu op weg naar karateles. Ja, ja toch, Pando? Ja, ja! Kom mee. Dag, Pando! Dag, dag! We kunnen nog veel meer geld verdienen als we meer dingen vinden om te verkopen. Oké,
Laten we gaan kijken. Kijk helemaal achterin. Ik heb iets gevonden. Oh, die herinner ik me nog. Ja, dat is meneer Regenboog. Daar speelden we echt altijd mee. Oh, meneer Regenboog. Eerst is er gele Bing. Oh, ja. Waar is zijn hoofd, Bing? De doos is leeg. Oh. Oh. Arme meneer Regenboog. We kunnen hem verkopen. Hij heeft geen hoofd, Bing. Oh. Oké. Kijk wat we vonden voor onze winkel. Oh. Weet je zeker dat je meneer Regenboog wilt verkopen? Ja. Zijn hoofd is weg. Je kan er niet meer mee spelen. Oké. Oh, volgens mij komt er een nieuwe klant aan. Oh, dat ziet er leuk uit. Ze kijkt naar meneer Regenboog. Oh, dit is perfect. Hier kan ik mijn toiletrollen op opstapelen. Hoeveel kost deze? €3 graag. We sparen voor onze nieuwe glijbaan. Ja. Oh, echt waar? In dat geval geef ik je €5. Ja, bedankt! Oh, heel €5, Soela! Tot ziens! Tot ziens, meneer Regenboog. Oh, dat was heel aardig van die mevrouw. Mm-hmm. Ja, we hebben €5, Flop. We gaan meer spullen halen. Oké, Soela. Hou op, Bing. Auwie, wat was dat? Wat? Oh, het is meneer Regenboog's hoofd. Ja, nu kunnen we hem weer in elkaar zetten. Oh, dat kan niet, Bing. Oh. Die mevrouw heeft een stapelstok gekocht. Oh, nee. Oh, we gaan hem terugvragen. Flop, Anna, we hebben meneer Regenboog's hoofd gevonden. Kijk. Oh. Mag ik de stapelstok terug gaan vragen? Ja, alsjeblieft. Mag dat, Flop? Nou, ik weet niet of dat wel kan. Oh, het is te laat, Soela. Oh, nee. Ze is al een tijdje weg. Maar die mevrouw was heel blij met de stapelstok van meneer Regenboog. Of niet soms? Maar ik wilde meneer Regenboog weer in elkaar zetten. Ja, Bing, ik weet het. Nu heet hij waarschijnlijk meneer Toiletrol. Oh. Nou, we hebben deze nog. Maar zonder zijn stapelstok kunnen we hem niet in elkaar zetten. Hoi, Bing. Hallo allemaal. Hoi, Soela. Oh, hoi, Molly. Coco. Hallo, Charlie. Zo. Oh, dat Charlie, is leuk, kijk. Charlie. Oh. Oh, oh nee. Charlie. Charlie vindt het leuk. Doe het nog een keer, Bing. Vergeet het hoofd van meneer Regenboog niet. Charlie. Ja, Charlie. Charlie vindt het leuk, Flop. Doe het nog eens een keer, Charlie. Zult je zien, wel. Charlie mag de rode ring hebben. Oh, want rood is zijn lievelingskleur. Oh, Bing. Oh, dat is heel erg lief van je. Goed, heb ik ergens een emmer zien staan? Ja, hier. We sparen voor een nieuwe glijbaan. Oké, in dat geval. 1, 2, 3, 4... En €5. Oh, bedankt. Bedankt, Molly. We hebben Charlie heel erg blij gemaakt, Flop. Ik ben blij voor je, Bing. En ik ben ook blij voor jou, Soela. Yeah! Hoi. Soela en ik legden de dingen waar we niet meer mee speelden op een tafel. En dat was onze winkel. En we verzamelden geld in Soela's emmer. En toen vonden we meneer Regenboog. En hij had geen hoofd meer. En toen kocht een aardige mevrouw de stapelstok voor haar toiletrollen. Maar toen vonden we zijn hoofd terug. Maar het was te laat. En ik was verdrietig. Maar toen Charlie het leuk vond om de ringen om te gooien, werd ik weer blij. Een winkel hebben. Het is een Bing-ding. En ook een Soela-ding. We hebben een nieuwe glijbaan. Ja! Ja! Kwak, kwak, kwak. Kwak, 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 kwak. Oké, Bing. Je bent helemaal schoon. Kwak. Pyjama is aan. Kwak.
Dus wat komt er nu? Dekentje! Oh, dekentje? Weet je dat zeker? Ik dacht dat tandenpoetsen na pyjama aandoen kwam. Dekentje. Hop. Eén knuffeltje maar, Flop. Voel, 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 voel. Oh, hij is zo zacht. Ja. Oh, hij ruikt lekker. Inderdaad. Ik ben dol op mijn dekentje. Hij is zo knuffelig. Voel maar, Flop. Ja, hij is heel knuffelig. Knuffelig. Bad klaar? Ja. Pyjama aan? Ja. Dekentje klaar? Ja. Is alles klaar en knuffelig? Ja. En wat nu? Hoppetie woes! Hoppetie woes? Ja. Hoppetie moet zich ook klaarmaken om naar bed te gaan. Echt waar? En kijk, hij heeft ook een dekentje. Inderdaad, zijn cape is zijn dekentje. Oh, knuffelig. Hier, Hoppetie. Knuffel jij maar jouw dekentje. Hmm. Zijn jij en Hoppetie niet iets vergeten? Oh, tanden. Ik heb nog geen tanden gepoetst. Misschien kunnen jij en Hoppetie woesje naar de badkamer en samen tanden poetsen. Oké. Okay. Hoppetie. Bing. Oh. Ja, Flop? Je vergeet iets. Zo. Oh. Hoppetie. Woes. Woes. Ga daar maar zitten, Hoppetie. Klaar? Oh, ik kan het zelf. Niet al te veel, een beetje is genoeg. Spugen. Spoelen. Ding. Ze glimmen weer, Bing. Nu is Hoppetie aan de beurt. Oké. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Goed zo, Hoppetie. Glanzend schoon. Ja. Zo. Bad. Ja. Pyjama. Ja. Dekentje om. Ja. Hoppetie knuffel klaar. Ja. Tanden. Ja. En wat nu? Ik moet nog plassen, Flop. Oké. Ben je klaar? Ja. Ah, Flop. Wat is er? Dekentje is nat. Dekentje is heel nat. Maak hem droog, Flop. Dat kan ik niet, Bing. Dekentje heeft in de wc gehangen en is nu vies. Maar Dekentje moet mee naar bed. Dat kan niet. Dekentje moet eerst in de wasmachine. Nee. Ik was Dekentje wel als jij slaapt. En dan is hij weer schoon en droog als jij wakker wordt. Maar ik heb Dekentje nodig. Het is bedtijd. Ik moet ermee knuffelen. Weet ik, Bing. Bedtijd is knuffeltijd. Hop. Misschien wil Hoppetie zijn dekentje wel met je delen. Die is te klein. Oh, hij is heel klein. Hoe voelt hij? Hij is zacht. En hoe ruikt hij? Hij ruikt lekker, Flop. Is hij knuffelig? Hij is niet zo zacht als mijn dekentje, maar hij is wel knuffelig. Knuffelig genoeg voor bedtijd? Ja, maar alleen voor één nachtje. Want ik krijg mijn dekentje morgen weer, toch? Tuurlijk. Oké, dan. Bad? Ja. Pyjama? Ja. Hoppetie woes klaar? Ja. Tanden gepoetst? Ja. Dekentje klaar? Ja. Nog iets? Verhaaltje!
Oké. Om het hoekje, hier niet ver vandaan, is Hoppetie klaar om naar bed te gaan. Het verhaaltje gaat over Hoppetie. Dat klopt, Bing. Over Hoppetie en jou. En Dekentje. Inderdaad. Hi. Flop maakt een cape van mijn dekentje. En toen deed ik woes met Hoppetie. Maar toen werd dekentje nat in de wc. En dat is Jakkie Stinky. Dus toen moest Flop dekentje in de wasmachine doen. En ik was verdrietig. Dus Hoppetie deelde zijn cape met mij. Als je niet kan knuffelen met je dekentje, zoek dan iets anders om mee te knuffelen als het bedtijd is. Dekentje, het is een bingding. Hij is zo knuffelig. Hallo, Padgett. Hi, Padgett. Hallo, Bing. Wat een haast, zeg. Ik heb geld. Ik mag van Flop nieuw speelgoed kopen. Oh. Ik mag kiezen wat ik wil. Ja toch, Flop? Inderdaad. Je hebt genoeg geld voor één speelgoedje. Denk dan maar heel goed na voordat je kiest. Oh. Op windslaakrop. Die vind ik leuk. Alsjeblieft. Misschien kun je hem beter op de grond zetten, Bing. Oh. Ik kies een slaakrop, Flop. Je hebt er wel al een paar thuis. Oh ja. Ik heb er al een paar van deze. Wil je soms iets anders uitzoeken? Ja. Een kiepwagen. Die heeft Pando toch ook? Ja, dat klopt. Oh, hij doet toet toet. Huh? Oh, en hij doet brrr. Doep. Brrr. Oh. Ik kies deze, Flop. Oké. Zal ik hem voor je inpakken? Ja, graag. Oh, een vliegtuig. Oh, ja, het watervliegtuig. Kijk, de piloot kan eruit en de propeller kan draaien. En hij doet miauw, miauw. Ik kies zeker weten deze, Flop. Goeie keus, Bing. Ja. En je kan altijd met Pando's kiepwagen spelen. Ja. Ja. Deze toch? Oh. Oh, dat is een kampeerbusje. Oh, een kampeerbusje. Oh ja. En kijk, als je de voorkant open doet, kan de bestuurder eruit. Oh. Kijk. Oh. Dat is echt leuk. Oh, ik is super zeker weten deze, Flop. Weet je het zeker? Ja. Zal ik deze dan maar terugzetten? Ja. Oh. Ik vind dit kampeerbusje echt heel leuk. Ja. Ik geef je een tasje. Oh, Sula! Hallo, Bing! Hallo, allemaal. Hallo, Amma. Jongen, wat is het hier druk vandaag. Ik heb geld bij me, Bing. Ik ook. Ik heb nieuw speelgoed gekocht. Kom mee, Amma. Ik ga ook iets uitkiezen. Oké, Sula. Hier is al mijn geld, Padgett. Dank je. En hier is je wisselgeld. Oh, dankjewel. Tot ziens, Bing. Veel plezier. Komt goed, hoor. Zullen we met mijn nieuwe kampeerbusje gaan spelen, Flop? Goed idee. Kom maar. Doei, doei. Dag, Flop. Ik ga naar buiten, Sula. Oké. Wat is er, Bing? Ik denk dat ik het vliegtuig wil kiezen. Oh,
We kunnen aan Padgett vragen of je je speelgoed mag ruilen. Mm-hmm. Kom maar mee. Oh, daar ben je weer, Bing. Ik wil het toch ruilen voor het vliegtuig. Vind je dat goed, Padgett? Natuurlijk. Oh, dank je, Padgett. Kom mee, Flop. Oei. Oh. Flop, waar is hij? Waar is het watervliegtuig? Dat weet ik niet. Hij stond net toch echt hier? Oh, hij is weg. Misschien weet Padgett wel waar die is. Bing, kijk eens wat ik heb. Oh, nee. Oh, maar dat is mijn vliegtuig. Malle Bing, het is van mij. Ik heb het net gekozen. Maar ik heb me bedacht. Ik wil het kiezen. Ja, jij had het kampeerbusje gekozen, Bing. En je vindt hem toch mooi? Oh, ja. Dat kampeerbusje had ik niet gezien. Oh, het is geel en roze. En er zit ook nog iemand in, Bing. En hij kan dit. Kijk. Mag ik er even mee spelen? Ja, hier. Oké, mag jij hier mee spelen? Oh, dank je, Sula. Miauw. 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 Hallo, vliegtuigje. Hoi. Ik vind het kampeerbusje leuker, Bing. Ik vind het vliegtuig leuker. Ah. Het klinkt alsof jullie twee moeten ruilen. Ja. Jij mag het kampeerbusje, Sula. En dan neem ik het vliegtuig. En dan spelen we er samen mee. Ik ben blij voor je, Bing. En ik ben ook blij voor jou, Sula. Miauw. Ik ging speelgoed kopen. En ik mocht maar één ding uitkiezen. En er was zoveel en het was zo moeilijk. Ik koos het kampeerbusje. Maar toen dacht ik aan het watervliegtuig. En die wilde ik toch liever. Maar Sula had die ineens al gekozen. En ik was verdrietig. Maar toen ruilden we. En had ik het vliegtuig. Speelgoed kiezen. Het is een Bing-ding. En ik vind Sula's kampeerbusje ook nog steeds leuk. Oh, een heerlijk kopje koffie. Geeft niks. Het was gewoon een onhandigheidje. Ik laat de slobberkikker het wel opdrinken. Slobberkikker! Kijk eens hoe dorstig slobberkikker is. Inderdaad. Ah, zo. Nu is het tijd voor dat kopje koffie. Oeps. Oh. Flop, ik knoei helemaal. Geeft niks, Bing. Gewoon weer een onhandigheidje. Slobberkikker vindt het lekker. Slobberkikker heeft altijd dorst. Flop, het pak ontbijtgranen viel om. Inderdaad. Misschien is het beter als jouw auto hier op de grond blijft, Bing. Ja, anders gooit hij de ontbijtgranen weer om. Denk je dat slobberkikker ontbijtgranen kan drinken? Malle Flop, slobberkikker eet ontbijtgranen. Kijk maar. Slobberkikker kan denk ik geen ontbijtgranen eten. Maar wie dan wel? Ik kan dat. Maar jij eet niet van de vloer. Maar we kennen wel iemand die van de vloer eet. Oh, ik weet het! Stoffie! Ja! Laten we Stoffie gaan pakken. Stoffie, word wakker. Stoffie, we hebben iets lekkers voor je. Yummy, yummy, yummy. Het ligt op de grond. Hallo, Stoffie. Hallo. Wil je wat ontbijtgranen? Ja, graag.
Hij zegt ja. Dat komt goed uit. Oh, mag ik het doen, Flop? Oké, Bing. Zal ik Stoffie voor je aanzetten? Ja. Oké. Hup, 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 hup. Je hoort ze allemaal zijn buikje ingaan. Hij heeft vast honger. Yum, yum. Yum. Daar ligt nog een beetje. Oh, hier. En hier ook nog wat. Oh, hier zo. Klaar? Nog een beetje. Oké. Oh, nee. Flop, zet hem uit. Wat is er, Bing? Stoffie heeft mijn auto opgegeten. Heeft Stoffie je auto opgegeten? Oh. Stoffie, waar is mijn auto? Ik wil mijn auto terug. Nou, misschien kunnen we hem terugkrijgen. Hoe dan? Ik maak hem open en ik kijk of ik jouw auto kan vinden in zijn buikje. Doet dat pijn? Klik. Nee hoor, Stoffie voelt geen pijn. Hij heeft een klep. Wat is een klep? Dat is dit kleine deurtje waarmee je Stoffies buikje kunt openmaken. Oeh. Het is oké, ga maar even daar staan. Het is best een beetje vies. Oh. Daar gaat hij. Ik zie het al. Aha, daar ben je gebleven. Kijk. Dat is mijn auto niet. Daar ben je. Mijn auto. Waarom had Stoffie mijn auto op? Stoffie deed dat vast per ongeluk. Het was een onhandigheidje. Stoffie, geen auto's eten. Dan krijg je buikpijn. Misschien wil Stoffie nu even slapen. Na het eten van al die ontbijtgranen en jouw auto. Oh, oké. Tot ziens, Stoffie. Tot ziens. Ik ben heel erg moe. Eet geen auto's. Oké. Inderdaad. Wow. Ah, koffie. Oh. Dat geeft niks, Flop. Het was een onhandigheidje. Ja, gewoon een onhandigheidje. Stoffie eet het wel op. Natuurlijk. Niet ondeugend gaan doen en mijn auto opeten, Stoffie. Oké. Inderdaad. Wil jij op de knop drukken? Ja. Oké. Hup, 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 hup. Dank je, Bing. Ah. En nu is het tijd voor mijn kopje koffie. Bedankt, Flop, maar voor de yummy koffie. Dank je, Flop. Mijn ontbijtgranen vielen op de grond. Oeps. Dus hielp ik Flop met schoonmaken. En Stoffie at ze allemaal op. Yummy, yummy, yummy. Maar Stoffie at mijn auto op. En ik kreeg hem niet meer terug. Flop haalde mijn auto uit Stoffies buikje. En ik kon dat niet doen, want het is een elektrisch apparaat. Een onhandigheidje is niet erg. Maar je moet wel voorzichtig zijn als je het schoonmaakt. Een onhandigheidje? Het is een Bing-ding. En we maakten het schoon. Ja, kom binnen. Hallo, dokter Bing. Ga maar zitten, dan krijg je een inenting. Weet je wat een inenting is? Ik leg het uit. Het is een medicijn voor de binnenkant van je lichaam. En dan word je niet ziek. Oh? En daarna krijg je een sticker. Nou, nou, dat klinkt goed, hoor. Ben je klaar? Ik denk het wel. Oh. Is het al klaar, Bing? Ja, het is klaar. Dat deed helemaal niet zoveel pijn als ik dacht. Het is nu tijd om naar de dokter te gaan. Voor jouw inenting. Kom je, Bing? Oké. Kijk, Flop. Het is een draaiende draaideur. Oh, stop, Bing. Wacht maar even tot die stilstaat. Oh, nu kunnen we naar binnen. Ja. Rond en rond, rond en rond. Draaien in het rond. Hoi, Bing. Zo
er ook. Oh, ja, ja. Hallo, hallo Sula. Hallo, hallo Amma. Ik krijg mijn inenting. Oeh. Ik ook. Hallo, Sula. Hallo, dokter Molly. Hallo, Bing. Ik ben dokter Bing. Oh, het spijt me. Ja, dokter Bing. Ik ben helemaal klaar voor mijn inenting. Wat leuk dat je zo enthousiast bent, maar als dokters onder elkaar... we kunnen beter de lijst afwerken op volgorde. Oh. Dus dan is nu... Sula. Mm. Oh. Ben je er klaar voor? Ik wil liever geen inenting meer, Alma. Oh. Niet bang zijn, Sula. Het is maar een eenie-meenie prikje. Mm-hmm. En daarna krijg je een speciale, glimmende hoppetie-woes-sticker. Mm. Sula? Je mag binnenkomen, Sula. Oh, oké. Okay. Kom maar mee. Denk je dat Sula haar inenting nu al heeft gehad, Flop? Ik weet het niet. Denk je dat het pijn doet? Een klein beetje, maar niet zo heel lang. Kijk, Bing. Ik heb een hoppetie-woes-sticker. Ja! Goed gedaan, Sula. Goed, de volgende op mijn lijst is dokter Bing. Dat ben ik. Kom mee, Flop. Een BB. Een belangrijke Bing. Kom mee, Sula. Dag! Tot dag, Sula. Dag, Bing. Dag, Sula. Dag, Flop. Ja, dag. Kom mee. Oh, wat een haast. Hopelijk zijn we op tijd. Oh, haha, Bing. Hey, Bing. Hoi, Pando. Ik ben nu aan de beurt voor mijn inenting. Oeh. Ah, Pando, je bent er. Goed, ga maar zitten. Jij bent hier. Oké. Goed. Dokter Bing. Oké, ga hier maar zitten. Dokter Bing, naast Flop. Mag ik hopen dat die vasthouden? Tuurlijk. Misschien voel ik een eenie-meenie prikje. Ik rol even je mouw omhoog. Kijk. Oh. Zo. Jij bent echt een hele dappere dokter, dokter Bing. Een hele, hele dappere. Zit het medicijn al in mijn arm, dokter? Ja. Het heeft bijna helemaal geen pijn. Gelukkig maar, Bing. Jij hebt wel een speciale sticker verdiend. Of niet? Jawel, heel graag. Hier. Wat dacht je van, deze? Nee. Ik wil graag een speciale glimmende hoppetie-woes-sticker. Oh, jongen, die heb ik momenteel niet meer. Neem deze, een lachend gezicht op een raket. Dank u wel. Oh, dank je wel, Molly. Tot ziens, Flop. Maar ik wilde een speciale glimmende hoppetie-woes-sticker naar mijn inenting. Oh, sorry, Bing. Je bent vast een beetje teleurgesteld. Ja, heel teleurgesteld. Pando, jouw beurt. Ik wil geen inenting meer. Dat doet pijn. Oh. Net zoals bij Bing. Zeg, Pando, misschien moet dokter Bing even praten met Pando. Pando. Mijn inenting deed geen pijn, Pando. Bijna niet. Het deed wel pijn, Bing. Want je helde. Ja, omdat ik graag een speciale glimmende hoppetie-woes-sticker wilde. Oh, wow. De inenting die je zo krijgt, doet heel misschien een inie-mini beetje pijn. Maar dat is gewoon het prikje van de naald. Maar daarna krijg je een sticker zoals deze. Dat is wel cool. Ik vind hem leuk. Ben je al klaar om binnen te komen, Pando? Ja, ik denk het wel. Oh, gelukkig. Kom maar mee. Dokter Bing, ik zie niet zo vaak een dokterpatiënt. Dus ik was bijna iets vergeten. Hier. Wat is dat? Het is een diploma waarop staat hoe goed je het deed. Met ruimte voor je naam. Oh, dokter Bing. Hoppetie-woes. Het is een hoppetie-woes diploma. Flop, kijk dan. Een echt diploma. Bedankt, Molly. Nee, jij bedankt, dokter Bing. Ik ben blij voor je, Bing. Dokter, mag ik nu mijn inenting alsjeblieft? Oh ja, sorry. Hoi, ik kreeg vandaag een echte inenting. Maar dokter Molly had helemaal geen speciale glimmende hoppetie-woes-stickers meer. En ik was heel teleurgesteld. Pando dacht dat mijn inenting pijn deed en hij was bang. De
Dus toen zei ik tegen Pando dat mijn inenting bijna helemaal geen pijn deed. En toen gaf dokter Molly mij ineens een speciale Hoppity Voice diploma. Hier. Naar de dokter gaan. Het is een Bing-ding. En ik ben dokter Bing. Kijk. Oh, wat hangt daar in de boom? Waar? Nou, daar. Ik weet niet wat dat is. Zullen we gaan kijken? Oké. Wee! wat is het, Flop? Het is een zwevende ballon. Oh, een ballonneentje. Oh, helemaal eens een uppie. Kun je het uppie eentje loskrijgen, Flop? Ja, ik kom eraan. Hoe is de ballon in die boom terechtgekomen? Ik denk dat iemand het touwtje niet goed vasthield. En toen vloog die in de boom. Oh, mag ik hem vasthouden? En ik. Laten we hem om de beurt vasthouden. Ik eerst. Je kan niet allebei eerst zijn. Weet je wat? Ik hou het touwtje achter mijn rug. En degene die raadt in welke hand ik het touwtje heb, mag eerst. Deze. Jullie kunnen niet dezelfde hand kiezen. Oh, oké. Die daar. Die daar. Ah. Alsjeblieft, Bing. Ja, ik ga Uppie eentje helemaal laten vliegen naar de vijver. Dat is een beetje ver, Bing. Neem Uppie eentje maar mee naar het bankje. Ja. En dan is het Sula's beurt. Uppie eentje. Kwak, kwak, kwak. Kwak. Hou het touwtje goed vast, Bing. Anders vliegt Uppie eentje weg. Wee! Boeja! Mijn beurt! Wanneer is het weer mijn beurt, Flop? Vlieg jij maar naar die boom toe, Sula. Oké. Okay. En daarna is het weer jouw beurt, Bing. Kom maar, Uppie eentje. Uppie eentje, kwak, kwak, kwak. Uppie eentje, kwak, kwak, kwak. Kom dan, Sula. Schiet op. Uppie eentje, kwak, kwak, kwak. Uppie eentje. Ik vind wachten niet leuk. Tja, je hoeft niet te wachten als jullie Uppie eentje samen laten vliegen. Maar kijk, er is maar één touwtje. Dan maak ik er twee van. Hoppa. Zo. Nu kunnen jullie hem allebei vasthouden. Oh, dank je, Flop. Goed vasthouden. Ja! Oh nee! Hij vliegt weg! Flop! Oh, bedankt, Flop. Hier. Als jullie niet willen dat Uppie eentje wegvliegt, hou hem dan goed vast en ga samenwerken. Goed, probeer het nog eens. Nu zijn we samen, Uppie eentjes. Waar gaan we heen, Bing? Ik weet iets. Uppie eentjes, vlieg naar de lantaarnpaal. Ja! Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Bing, niet zo snel. We moeten samen. Oké. Uppie eentjes, vlieg naar die blauwe struik. Dat is een rhododendron. Dat klopt, Sula. Goed vasthouden en samenwerken. Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Waarheen nu? Oké. Uppie eentjes, vlieg naar het standbeeld. Ja! Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Uppie eentjes, goed vasthouden en samenwerken. Wij nu. Uppie eentjes, vlieg naar de vijver. Eentjes. Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Oh. Oh nee. Oh. Kijk. Hij vliegt weg. Pak hem, Flop. Het is te hoog, Bing. Ik kan hem niet pakken. Oh. Oh. Oh.
denk het niet. Hij is nu al veel te hoog. Oh, nee. We hielden hem niet goed vast. We werkten niet zo goed samen, hè, Bing? Inderdaad. Nee. Ik vind Uppie Eendje spelen leuk. Ik ook. Hé, hey, jullie kunnen nog steeds Uppie Eendje spelen. Maar we hebben toch geen Uppie Eendje meer waarmee we kunnen vliegen? Ah, ik heb een idee. Ik vlieg misschien niet zo goed als de ballon eend, maar ik kan wel goed vasthouden. Hier. En samenwerken. Jij bent het middelste eendje, Flop. Waarheen nu? Uppie Eendjes vlieg naar de muziekkoepel. Uppie Eendjes! Sula vond een ballon en die was vast komen te zitten in een boom. Het was moeilijk om op onze beurt te wachten, dus speelden we er samen mee door samen te werken. Maar toen vergaten we samen te werken en goed vast te houden. Dus het ballon eendje vloog weg. En toen kon niemand meer met het ballon eendje spelen. Dus Flop werd het eendje. En toen konden we weer spelen. Als het moeilijk is om op je beurt te wachten, dan verzin je gewoon een nieuw spel. Samenwerken. Het is een bingding. Uppie Eendje! Kwak, kwak, kwak! Zal ik je helpen, Bing? Ja, graag, Flop. Waar moet hij heen? Hier. Op mijn huis. Kom maar binnen. Gezellig. Oh, dat zijn Sula, Coco en Charlie. Oh, ik ga me verstoppen. Ben je er klaar voor? Ja. Hallo, Flop. Hi, Coco. Hallo, Sula. Hallo, Charlie. Ha, wat ben je wiebelig. Hij wil heel graag uit zijn buggy. Waar is Bing? Bing, waar ben je? Boe! Ik ben hier, in mijn huis. Oh, mag ik binnenkomen? Oh, dit is net het grote boze wolfspel. Dat vind ik leuk. Oh, dat spel ken ik. Kleine Bing, mag ik erin? Nee, grote boze wolf, je mag er niet in. Dan zal ik hoesten en broesten en ik blaas je huis omver. Dat kan niet. Dit huis is van steen. En het is super, super sterk. Oh, we gaan grote boze wolf spelen. Dat is een heel goed idee, Sula. Oh, mag ik dan een grote boze wolf zijn? Oké, Sula, jij woont in het huisje van stro. Kom maar, Karin. En ik woon in het huisje van hout. En ik ben een grote, boze wolf. Je moet veel enger zijn dan dat, Bing. Nou, dat lijkt me eng genoeg. Charlie wil ook meespelen. Wie kan hij zijn? Charlie kan daar in het stenen huisje zitten. Ja. Oh, ik heb een idee. Dit is de wolvenstaart. Oh ja. Inderdaad, Bing. Kom, ik help je wel. Sula, je moet je huisje van stro bouwen. Oh ja. Sula, is dit een goed huisje van stro? Ja, dank je, Flop. Kleine Sula, laat me erin. Nee, grote boze wolf, je mag er niet in. Dan hoest ik en broest ik en dan blaas ik je huis omver. De grote boze wolf gaat me pakken. Ik ga je pakken, Sula. Help me. Snel, kleine Sula, kom in mijn huisje van hout. Help me, kleine Coco. Help me. Kleine Coco, kleine Sula, laat mij erin. Nee. Grote boze wolf, je mag er niet in. Je mag er niet in. Dan hoest ik en broest ik.
En dan blaas ik je huis omver. De grote boze wolf zit achter ons aan. Help, de grote boze wolf gaat ons pakken. Oh, nu zijn wij aan de beurt. Kom, snel het stenen huisje in. Snel, kleine Sula. Oké, kleine Coco. Hij gaat ons pakken. Hij is super eng. Kleine Charlie. Kleine Coco, laat maar in. Nee! Grote boze wolf, je mag er niet in. Dan hoest ik en proest ik en dan blaas ik je huis omver. Bing! Dit is het steenhuis, weet je nog? De wolf kan dit huis helemaal niet in. Maar ik wil erin. Nee, grote boze wolf, je mag er niet in. Oh. Maar ik heb dat huis gemaakt. Bing, dat is het spel. Mag ik er alsjeblieft in? Nee, grote boze wolf, je mag er nog steeds niet in. Oh, maar het is mijn huis. Bing! Ik wil niet meer meespelen. Oh. Waarom niet, Bing? Ik wil de grote boze wolf niet meer zijn. Ik wil met iedereen in het huisje zitten. Oh, we speelden gewoon het spelletje. Nu kan niemand meer in het stenen huisje. Oh. Sorry, Sula. Sorry, Coco. Het was niet mijn bedoeling om het spel te verpesten. Geen zorgen, Bing. Het is niet erg. We bouwen je huis gewoon opnieuw. Okay. Ja, we spelen het nog een keer. En dit keer mag jij in het stenen huis, Bing. Ik denk dat Charlie de grote boze wolf wil zijn. Ja, dat klinkt wel als een wolfje. Hier. Nu ben jij een grote boze Charlie wolf. Je ziet er heel wolfachtig uit, Charlie. Doe een grom, Charlie. Zoals dit. Raar. Kijk uit, de wolf komt eraan. De wolf komt eraan. Help, Charlie komt eraan. Hoi, we speelden de grote boze wolf. Ik blies het huis van stro om en ik blies het huis van hout om. Maar toen kon ik niet in het huis van steen, omdat ik de grote boze wolf was. Raar. Maar ik had het huis gemaakt. En ik wilde niet in mijn eentje buiten blijven staan. Dus ik werd boos en maakte het huis kapot. En dat verpestte het spel voor iedereen. Als je het spel wilt veranderen, vraag het dan. Want misschien wil iemand anders wel een keer de grote boze wolf zijn. Een huis bouwen. Het is een ding-ding. En je mag er niet in. Dag, Middel. Ik kom eraan. Wat spelen ze leuk. Kijk naar mij, Flop. Ja. Oh, het is een podium. Ja. We kunnen een show geven. Oh, ja, we geven een show. We kunnen zingen en dansen en acrobatiek doen. En wat is acrobatiek? Dat is rollenbollen en zo. Oh. Oh, dat kan ik wel. En ik kan dit. Ding, 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 ding. Oh, nee, Pando. Zing jij maar een liedje. Oh, okay. Ja, jij kan goed zingen, Pando. Oh, ja. Ik kan ook zingen. Oh. Ik zing het regenbooglied. Ja, en ik kan ballet doen. Oh. Ja. Oh, we hebben publiek nodig. Wij kunnen jullie publiek zijn, Coco. Ja. Jullie zijn maar met z'n vieren. Dat is niet genoeg. Oh. Oh, nee. Oh, ik heb een idee. Ga maar zitten, regenboogveeënmuisjes. Oh. Jij zit hier en jullie zitten hier. Jullie zijn ons publiek. Oh, ik ga naast jou zitten, Flop. Ik ben de oudste, dus ik mag als eerste. Daarna ben ik. Dan ik, want ik ben daarna de oudste. Oh. Maar ik wil niet als laatste. Oh. Weet je, Bing, de laatste act in de show die heet de finale. Mm. Oh. Dat klopt. En de finale is heel belangrijk. Mm-hmm. Oh, wat spannend zeg. Jij bent de finale. Ik ben de finale. Ja. We gaan naar achteren. Oké, okay, kom maar mee. Ik kom eraan. Dit noem je backstage. Oh. En dat is het publiek. Backstage. Snel, Bing. We gaan beginnen. Oh. Dames en heren, welkom bij onze show. Oh. Ja. Eerst ben ik Coco. Ja. Oh. Ik
heb muziek nodig. Oh, ik heb muziek op mijn telefoon. Ja! Mooi! Ze kan heel goed dansen. Oh, daar is Lily. Bing. En Popsy. Oh, hallo, Bing. Lily, hallo, ik ben Lily. Hier. Bing. Shh. Coco is aan het dansen. Oh. Oké. En klaar. Oh, bravo. Bedankt. Wat is zo goed, zeg. En nu komt Panda. Ja. Twinkel, twinkel, kleine ster. Oh, wat straal je mooi van ver. La 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 la. La 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 la. Twinkel, twinkel, kleine ster. Hierna ben jij, Sula. Ja. En daarna ben ik. Daba 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 da. Tingelingelingeling. Ja. Oh, dit was echt supergoed. Ja. Wauw. En nu komt Sula. En zij... Hi. Ik doe acro... hoe heet het? Acrobatiek. Oh ja, acrobatiek. Wow. Wat bijzonder. Oh, Sula. Tada! Goed gedaan. Dank je. Oké. En dan komt nu onze finale. Bing zal voor jullie het regenbooglied zingen. Oh, zet hem op, Bing. Kom maar, Bing. Kom op, Bing. Doe maar, Bing. Kom op, Bing. Wat is er met Bing, oma? Ik denk dat hij een beetje verlegen is, Sula. Oh. Een beetje, ik hoop ja. toch dat hij gaat zingen. Gaat het met je, Bing? Nee. Iedereen kijkt alleen maar naar mij, Flop. Ja, natuurlijk. Want iedereen wil graag jouw liedje horen. Bing, we wachten. Jij bent de finale. Hé, hey, je hoeft niet te zingen, Bing. Ik wil wel zingen, maar ik wil het gewoon niet doen in mijn eentje. Zullen we het anders samen doen? Oké. Okay. Ja. Kom maar mee. Ah, ja, daar is hij terug. Kom op, Bing. Klaar, Bing? Hier, Bing. Violet kan goed zingen. Zij helpt je wel. Oh. Dank je. Oké. Mooie kleuren op een rij. Oh, ik kom ook, Bing. Ik ook. Mooie kleuren op een rij. Blauw en groen en geel erbij. Super graag wil ik omhoog. Dansen op de regenboog. Eerst oranje, daarna rood. Mijn regenboog wordt super groot. Stralend in de zonneschijn. Kleuren zijn echt super fijn. Goed gedaan, Ben. Iedereen vond mijn liedje mooi, Flop. Inderdaad. Ik ben blij voor je, Bing. Ja! Ik wil nog een keer. Goed gedaan, Bing. Wij gaven een show in de muziektent. Iedereen begon te juichen. En ik was de finale. Dat is de laatste act in een show. En ik was zo opgewonden. Maar toen keek opeens iedereen naar mij. En ik werd zo verlegen. Maar toen ging mijn verlegenheid weg, omdat mijn vrienden mij gingen helpen. En toen deden we het regenbooglied. En iedereen vond het heel erg mooi. Zingen. Het is een Bing-ding. Ja! Hij is bijna klaar, Bing. Mag ik hem dan nu hebben? Ja, alsjeblieft. Dank je wel.
Dat ziet eruit als een knapperige wortel. Yummy! Super knapperiger. Wil je soms wat melk? Ja, heel graag. Daar staat. Mijn wortel. Melk? Ja. En nog iets anders? Een banaantje. 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 Oh. Een superrijk banaantje. Jakkie, hij is papperig. Inderdaad papperig. Die ga ik niet eten. Bing, we kunnen de banaan drinken. Malle Flop, je kan een banaan toch niet drinken? Dus je kan een banaan niet drinken? Brenda! Brenda de blender. De fenomenale blenderaar. Brenda is fenomenaal. Is het al smoothie tijd? Ja, we maken een smoothie. Mag hij op de hoogste stand? Tuurlijk, maar eerst plet je de banaan in de blender. Dan vul je de blender met melk. Mix het op de laagste stand. En daarna... De hoogste stand! Inderdaad. Doet een poepie. Yummy. Nu de melk. Ja. Oh nee, ik knoei helemaal. Doe. Snel, snel, snel. Het is me gelukt. De banaan. Melk. Ja, mag die nu op de hoogste stand? Op de laagste stand gaan de klontjes eruit. Want wat gebeurt er als er klontjes in zitten? Dan doet Brenda... Oké, is Bing klaar? Ja. Is Flop klaar? Ja. Wow. Hup, 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 hup. Banaantje. Banaantje. Mag die nu op de hoogste stand? Nog steeds klontjes. De laagste stand is beter. Anders doet Brenda... Ik ben duizelig. Is Bing klaar? Ja. Is Flop klaar? Ja. Wow. Hup, 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 banaantje. Zijn de klontjes weg? Ja, maar er moet meer melk bij. Meer melk, meer melk. En dan de hoogste stand! Huh? Waar is mijn wortel? Wortel? Oké, Bing. De hoogste stand? Ja, de hoogste stand! Is Bing klaar? Ja, is Flop klaar? Ja. Wow. Hup, 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 hup. Waar is mijn wortel? Waar is mijn wortel? Bananen. Oh, de wortel! Brenda heeft mijn wortel! Brenda heeft jouw wortel? Ik wil mijn wortel! Oh, Brenda heeft inderdaad jouw wortel. Haal hem eruit. Ik wil mijn wortel terug. Ik denk niet dat dat nog kan. Waarom niet? Omdat de banaan, de melk en jouw wortel nu allemaal door elkaar heen gemixt zijn. Kijk maar. Mix het dan weer terug. Dat kan niet, Bing. Hier, kijk. Brenda heeft een heerlijke wortelsmoothie voor jou gemaakt. Hier, proef maar. Hmm.
Yummy? Oeh, yummy. Ik ben blij voor je, Bing. Hoi, Flop maakte voor mij een dansende wortel schoon en die deed tet-tet-tet-tet-tet-tet, banaantje. Maar de banaan was helemaal papperig, dus deden we de prutbanaan en de melk in Brenda de blender. En Brenda mixte alles door elkaar, maar Brenda pakte mijn wortel af en dat was heel stout. En mijn wortel kon er niet meer uit. Dus we maakten een wortelsmoothie en die was super yummy lekker. Je kan dingen door elkaar heen mixen, maar iets terugmixen kan niet meer. Een smoothie maken? Dat is een Bing ding. Ik ben dol op smoothies.